een wedstrijdje, Jet? Daar ben ik echt veel te moe voor, Jerome. Ook te moe voor een ondersteboven wedstrijd? Ik maak je één. Succes! Jet, naar de toren. Daar ligt een pakketje klaar. Sorry, Jerome. Maar ik moet een pakketje bezorgen. Je moet een pakketje bezorgen? Je hebt echt de makkelijkste taak ter wereld, Jet. Jerome, mijn taak is helemaal niet makkelijk. Maar je hoeft alleen maar heen en weer te vliegen. Dat lijkt zo, maar dat is pas het begin. Hey, ik heb een idee. Als jij vandaag nog een pakketje bezorgt, kan je zelf zien hoe het is. Oké, geen probleem. Dit wordt echt super makkelijk. Dag! Hoi Jimbo, van Jet mag ik vandaag zijn pakketje bezorgen. Dus hier ben ik. Huh? Weet je wel hoe dat moet, Jerome? Tuurlijk! Ik ben altijd overal de allerbeste in. Vooruit dan maar, jij mag het proberen. Een meisje dat Nayan heet, wacht op dit pakketje. En dit is de bestemming van vandaag. Thailand. Een land in Zuidoost-Azië. Het is daar heel erg heet en daarom groeien er overal lotusbloemen. Oeh, die zou ik wel een keertje willen zien. Dat kan. Er groeien er een heleboel bij het olifantentoevluchtsoord. Wat is een toevluchtsoord? Dat is een plek waar olifanten veilig kunnen verblijven. En de vader van Nayan is er de baas. Cool! Mag ik nu vertrekken, Jimbo? Huh? Niet zo snel. Eerst moet je nog weten hoe je hallo zegt in het Thais. Dat is sawadi. Sawadi. Roger, een mokkie. Het is tijd om te stralen. Oh yeah! Alles mag nu aan, want we gaan! Jerome! Jerome, maak je klaar voor de start! Alle ogen zijn op mij gericht! Als mijn pakketje is bezorgd, mag je lekker badderen. Oké? Wauw! Thailand is echt heel erg mooi! En wat zie ik een boel olifanten! Hey, daar heb je een toevluchtsoord waar Nayan woont! Jerome, transformeer! Wat een makkie! Sawadi, Nayan! Jij bent Nayan niet? Ik ben bij het verkeerde huis. Sorry, geen tijd voor spelletjes. Want ik moet een pakketje bezorgen. Kan ik je ergens mee helpen? Jazeker. Weet u misschien waar ik Nayan kan vinden? Nayan is mijn dochter. Ze is bij het huisje daar achter de lotusbloemen. Yay! Sawadi, ik ben Jerome en ik heb een pakketje voor Nayan. Bedankt! Joepie, eindelijk mijn nieuwe zwembad! Is dat een zwembad? Ja, ik hoef hem alleen nog maar op te blazen. Dan wordt hij super groot. Een echt zwembad. Hij is voor Boenieing, mijn olifant. Ik heb zelf voor hem gezorgd, al sinds hij een baby was.
Heb je hulp nodig? Ik wil je bad wel opblazen. Want ik ben overal goed in. Gaat het wel, Jerome? Ja. Niks aan het handje. Oh. Bonnying houdt van badderen. Wil je me helpen hem te wassen? Goed idee. Toevallig ben ik ook heel goed in sproeien. Water gaat stralen. Hey! Oh nee, hij is vastgeschrokken van het water. Bob! Bob! Bonnying is ontsnapt. Waar ging die naartoe? Die kant op. We moeten hem vinden. Komt goed. Hey, Tuk-Tuk! Tuk-Tuk present! Ik kom eraan! Waar naartoe? Achter die olifant aan! Daar gaat hij dan! Geen zorgen, ik haal Bonnying terug! Woeps! Olifant. Bedankt, Tuk-Tuk. Kom maar, Bonnying. Dan gaan we naar huis. Lekker babberen. Oké, wat moeten we nu doen? Nu moeten we hem ongemerkt proberen te vangen. En dan, Jerome, nemen we mee naar huis. Oh, nou, dat is een makkie. Fantastisch, Jerome. Maar wat als Bonnying valt? Hij staat heel dicht bij het randje. Nou, dan vangen we hem op met dit net. Oké, pap. Kom mee. Succes, Jerome. Oké, Bonnying. Niet bewegen. We hebben de hulp nodig van de Super Wings. De Super Wings? Ja, dat zijn mijn vliegtuigvrienden die altijd komen helpen als iemand ze nodig heeft. Ik roep ze op. Toren, hoor je me? Toren voor Jerome, wat is er aan de hand? Ik ben bij Nayan. We hebben hulp nodig om een ontsnapte olifant te vangen. Wow, dat klinkt lastig. Even denken. Jerome doet de opdracht van Jet. Dus dan kan Jet Jerome komen redden. Jet, Jerome heeft je hulp nodig in Thailand. Aha! Mijn baantje is toch niet zo gemakkelijk als het lijkt, hè, Jerome? Op naar Thailand! Daar is Jet! Huh? Dan komt het allemaal goed. Jet, transformeer! Ik ben Jet. Altijd op tijd. Oh, Jet. Geweldig. Kun je me een klein, inie-minie beetje helpen? Ik zei toch dat mijn taak niet zo makkelijk was? Zo. Bedankt, Jet. Luister, ik ben blij dat je er bent en... Jongens... Tuurlijk, een olifant op een rots. Dat kan ik wel oplossen. Bonnying kan een beetje zenuwachtig zijn. Ik stel hem wel gerust. Hey, Bonnying. Adem maar eens even heel diep in en uit. Zo was ik. Zo,
Kom nu maar bij mij. Jongens, jullie hebben Boenying gered en in bad gestopt. Graag gedaan. Jet, ik zat er helemaal naast. Ik dacht dat je alleen maar pakketjes bezorgde. Maar ik vind het knap dat je ook nog allerlei problemen oplost. Bedankt, Jerome. Klaar om te gaan? Dag! Super Wings, wij bezorgen!